Hallo allemaal. Vandaag een nieuwe video over een stans van Creative Expressions. Ze hebben weer nieuwe stansen op de markt gebracht en dit keer hebben ze een bloem gemaakt. En nou, ik was natuurlijk weer gelijk op slag verliefd, want A ben ik gek op stansen en B op bloemen. Dus ja, die keuze was gauw gemaakt. Als je de stans koopt, dan krijg je twee platte stansen. En als je die uitstanst met papier of designpapier, want het maakt niet zo heel veel uit, ziet dat er vervolgens zo uit. En ik moet jullie heel eerlijk zeggen dat ik zeker 10 minuten hier naar dit papiertje heb zitten kijken en bij mezelf dacht, hoe maak ik hier nou toch een bloem van? Het heeft eventjes geduurd, moet ik zeggen. Een paar keer uitgestanst en wat geprobeerd. Maar ik heb ondertussen de manier gevonden hoe het werkt. En het is heel simpel, maar ja, dat is met alles, hè. Je moet altijd even weten hoe het werkt. Wat je doet is, je maakt in het midden van de reep, maak je even een vouwlijntje. Dus gewoon in het midden een lijn maken. Dan vouw je een dubbel. En wat je dan vervolgens doet is, je gaat hem oprollen. Dus je begint aan de buitenkant en rolt hem naar binnen op. Dan kun je ervoor kiezen om die heel erg strak op te rollen. Dan krijg je ook echt een strakke bloem. Je kunt er ook voor kiezen om hem iets nonchalanter op te rollen. Met een beetje lucht ertussen. Dan krijg je ook een wat bollere bloem. Maar ja, dat is persoonlijk wat je leuk vindt. Dat maakt natuurlijk niet zo heel veel uit. Dan hou je aan het uiteinde een stukje over. En ik gebruik dan zo'n lijmteepje. Er zit een kapje bij op. En het enige wat je doet is, je rolt het erop. En dan blijft het ook gelijk permanent zitten. Kapje moet je er wel weer op doen, dat beschermt hem tegen vuil en dat hij blijft plakken. En dan rol je die dicht. Als dit eenmaal vast zit, zit het daadwerkelijk ook echt vast. Dus het is echt wel een permanente lijm. Nou, zoals je ziet heb je dan een bolletje. En het enige wat je dan eigenlijk hoeft te doen is alles naar buiten toe te drukken. Net zolang totdat jij je bloem mooi vindt. En ja, die kun je eigenlijk helemaal uitwappen. Dus je ziet al, hè, als je hem hier dus losser hebt opgedraaid, zeg maar, krijg je ook een veel bredere bloem. Heb je hem echt heel strak, dan zie je dat natuurlijk ook terug. Nou ja, en zo ga je hem net zo lang vormen totdat jij hem mooi vindt. Wat ook heel erg leuk is, hè, trouwens, even ter onderbreking, is deze bloemen maken met vilt of met stof. Dan krijg je ook een heel leuk effect met die bloemetjes. Maar in ieder geval, zo gaat het in zijn werk. En ik heb hier als voorbeeld eventjes een... Hier heb je de grote en de kleine variant, hè? Want er is dus een grote en een kleine in de stans. Afgewerkt met de andere nieuwe stansen van Creative Expressions. En zo maak je eigenlijk heel simpel een cadeaulabeltje. Die je erg leuk aan een cadeautje of aan een paskaartje kunt gebruiken. Je kunt hem ook prima versturen via de post. Ik hoop dat jullie het een beetje kunnen zien, maar zo heel erg dik is het niet. Dus die kun je prima door de brievenbus verzenden. Dus ik vond het weer een leuke nieuwe stans en ik hoop dat jullie hetzelfde vinden. Mocht je een creatie gemaakt hebben met deze bloemen, vind ik het altijd leuk om als je even een reactie achterlaat in de video. En dan hoop ik jullie heel snel weer te zien bij de volgende video. Doei doei!